Dan is aan de orde een heel bijzonder onderwerp. Een motie van de heer Steltepol van de VVD met betrekking tot de coating van de skielerbaan Sjoerd Huisman Piste. Meneer Steltepol, wilt u dat aan ons toelichten? Dank u wel, voorzitter. Allereerst mijn dank aan de mede-ondertekenaars het CDA en gemeentebelangen, PIW 2010 en de BAM. Voorzitter, er zijn veel topsporters in onze gemeente. Denk aan de skielers en de schaatsers. Nu een mogelijkheid dus om deze topsport een boost te geven. De huidige slijtlaag van de piste in Sjoerd Huisman piste in Werkershoven is naar renovatie toe. Om een extra laag waarbij wedstrijden kunnen worden gereden aan te brengen, heeft de Omnisport skielervereniging aangegeven 72.500 euro nodig te hebben. Ze hebben zelf 57.500 euro opgehoest, middels onder andere een subsidie van de provincie van 36.250 euro. Kortom, voorzitter, de skielerclub Omnisportvereniging heeft goed zijn best gedaan om veel gelden elders te kunnen krijgen voor dit project. Waarom deze haast? Het huidige demissionaire college wilde de beslissing niet nemen om dit bedrag ter beschikking te stellen. Dit moest het nieuwe college maar doen. Maar omdat de beoogde toplaag alleen bij zeer warm en droog weer kan worden aangebracht, en na minimaal 4-5 dagen droog weer, is de zaak nu de beoogde gelden te kunnen vastleggen, zodat deze zomer deze laag nog kan worden aangebracht. Dit zijn de motivatie die achter deze motie van Vreemd aan de Orde van de Dag liggen, voorzitter. Goed. Ja, dan denk ik dat het goed is dat we het er met elkaar over hebben. Dus ik open de eerste termijn en mevrouw Visser, u wil graag het woord. En wie nog meer over meneer Nijsing, meneer Plekker, meneer Zeilenmaker, meneer Kuipers. Mevrouw van de Geest, wilt u ook nog een duit in het zakje doen? Oh, dank u wel. Dan begin ik met mevrouw Visser. Voorzitter, doorschuiven van oud en nieuw college, dat had helemaal niet genoemd te worden. Volgens mij zijn het dezelfde mensen, dus doorschuiven naar jezelf is toch ook antwoord, neem ik aan. Maar dat even tezijde, want het doet er niet toe dat u wil dat deze motie er doorheen komt. Dus we gaan niet wachten op administratieve wethoudersgeromslom, toch? Ik heb één vraag en dat gaat over de overwegende dat. En er staat overwegende dat het werk door een Italiaans bedrijf wat wereldwijd de banen heeft aangelegd, wordt gedaan. U heeft het niet op bij het college gedaan, maar ik vroeg me wel even af waarom dat. Ik snap het waarschijnlijk door de expertise, maar ik vraag me ook af of wij hier in deze raad zo gewend zijn om met een speciaal merk in de overwegende dat mee te doen. Als het college nou zegt, ik ga niet met die Italiaan zaken doen, ik ga met een Hongaar, gaat u dan niet de plank misslaan met deze punten? Ja, maar u stelde de vraag wel zeer, dat ik, ja, goed. Ik keek hem ook doordringend aan, dus dat werkt natuurlijk wel mee. Ja. Killing. Meneer Nijsje. Ja, voorzitter, dank u wel. Daar gaan we weer. Voorzitter, waarschijnlijk is het een prachtig plan om een coating op de skielerbaan in Werkershoven te leggen. En wij waarderen het dat er vanuit de samenleving wordt gewerkt aan dit soort initiatieven. De inhoud van het plan en de inspanningen van de initiatiefnemers zijn ook niet de reden dat wij tegen zullen stemmen. Maar voorzitter, wij zullen tegenstemmen op het proces. Wij vinden het hapsnap geven van subsidies oneerlijk, ontransparant en het heeft een sterk gehalte van opportunisme. En ik zal u vertellen waarom. Ten eerste, we hebben als raad te weinig kennis over deze aanvraag. Vorige week is deze motie ingediend en ik weet behalve deze motie nauwelijks wat het plan precies inhoudt. Bijvoorbeeld is de aanvraag bij het college gekomen en hebben ze die afgewezen. Dat hoor ik graag straks van het college. Ten tweede, afgelopen maandag hadden wij een prachtige themaraad. Tijdens deze themaraad hebben we het onder andere gehad over het inzetten van middelen. Alle aanwezige raadsleden en commissieleden noemden toen als zeg maar het sleutelwoord integraliteit. Behandel nou het verdelen van middelen integraal.
Op deze manier één partij subsidie geven is allesbehalve integraal. Er volgen nog tal van goede initiatieven in onze gemeente. Enkel volgen die zeg maar de koninklijke weg via het college en krijgen dan een afwijzing mogelijk en kunnen dan mogelijk naar het raad toe gaan ter bezwaar. Ten derde, voorzitter, we hebben nog geen half uur geleden hebben we een subsidiebeleid vastgesteld. En ik zal u eerst twee zinnen van het subsidie van het raadsvoorstel voorlezen wat staat onder het beoogde resultaat. De eerste zin: een beleid dat de basis biedt voor een eerlijke verdeling van het beschikbaar subsidiebudget. En de tweede zin: een beleid dat gemeentelijke subsidieverstrekking transparant en eenvoudig maakt. Hoe kan het dat er raadsleden zijn die voor dit nieuwe subsidiebeleid hebben gestemd, maar nu toch deze motie via een bijpas, zeg maar, één partij daarbij onttrekken, die hoeven niet het beleid te volgen, maar deze nu alvast een investering te geven van 15.000 euro. Ik snap daar werkelijk helemaal niks van. Ik wil graag een reactie op deze drie punten van de indiener en een reactie van de wethouder op de motie zelf. Dank u wel, meneer Plekker. Dank u wel, voorzitter. Wij vinden dit verzoek van de skielervereniging Werfershoof een prachtig voorbeeld van een initiatief van Odderop. Er is al geheel gezorgd voor de cofinanciering. En wat ons betreft is dat een heel mooi voorbeeld hoe dat kan lopen. Slechts twee andere banen in Nederland hebben deze coatinglaag. En Werfshoofd kan daar als derde partij, derde skielebaan bij gaan horen. Dus wij steunen deze motie van harte. Andere onder u, meneer Seidemaak. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij steunen dit ook van harte. En even reagerend op D66. Ik denk motie van die ook bij de stukken zit, die wij al eerder hebben aangenomen. Daar staat juist in hoe je met dit soort zaken moet omgaan. En daar hebben we toen een besluit over genomen. Dat hebben we aangenomen. Dat er dus echt dus ook ingegaan kan worden op dit soort initiatieven vanuit de bevolking. Dus ik denk dat daar precies in past. En hoe je daar dan in de begroting mee om zou moeten gaan, of je daar een aparte post voor zou moeten maken. Kijk, dat is een ander verhaal, denk ik. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kuipers. Wilt u nog? Ja, voorzitter, ook wij zullen voorstemmen, omdat wat gemeentebelang ook al aangaf, dit is de provincie geeft een gedeelte, de Stichting geeft zelf ook een gedeelte en ze vragen nog een derde gedeelte van de gemeente. Dus dat is een prima proces geweest. Er staan wel een aantal beweringen in de motie waarvan ik denk van de verwachting is dat een RDC-centrum meer sponsors opbrengt. Dat is nog maar zeer de vraag. En bovendien, anders kunnen we internationaal niet mee. En ze kunnen anders niet trainen in de buurt. Ik weet dat skileraars helemaal naar Colombia gaan om daar te trainen. Dus wat dat betreft denk ik van het is niet helemaal volgens de waarheid. En in Colombia trainen ze ook niet op een coating. Dus en die jongens en die jongens die zijn wel de beste van de wereld. Dus denk ik van het ligt niet aan die coating dat ze niet mee kunnen komen. Maar het initiatief is goed en daarom zullen we voor stemmen. Even kijken, wie hebben nog ons lijstje? Nee? Nou, dan heb ik vragen aan de portefeuillehouder. Kunt u iets zeggen over de vragen zoals die gesteld zijn? Ja. Voorzitter, dat kan zeker. Ik wil ook toch even een kleine correctie richting meneer Steltepol. Want hij gaf aan dat het college, ik weet niet precies hoe je het nu zei, maar de vraag heeft nadrukkelijk het college wel bereikt. En wij hadden dat ook al in voorbereiding. En de motie die is ingediend, die heeft dat eigenlijk versneld. Precies. Dus het idee om daar inderdaad naar uw raad toe te komen, dat was ook zeker de intentie en de bedoeling van het college. Dus dat even ter informatie. Even kijken. De D66 die had eigenlijk nog wat vragen. Te weinig kennis over deze aanvraag. U vroeg zich af van is die informatie wel voldoende gedeeld? Nou, die informatie is nadrukkelijk gedeeld, want we hebben een gesprek gehad met de initiatiefnemers. Die hebben aangegeven wat het idee zou moeten zijn.
En in dat plan hebben ze ook aangegeven, of in dat gesprek hebben ze ook aangegeven hoe zij met de financiering, hoe ze dat zagen en wat dan inderdaad de rol van de gemeente erin zou kunnen zijn. En ze hebben ons inderdaad nog wat technische informatie gegeven, zodat we in ieder geval daar voldoende beeld bij hebben mogen krijgen. Ik denk even tot zover, voorzitter. Meneer Nijssing. Ja, voorzitter, ik wil graag reageren. Het ging me niet om de informatie die het college heeft bereikt, maar de informatie die de raadsleden hebben bereikt. Ik onder andere als, want ik moet er nu over oordelen. En ik vraag me toch wel af van, vindt u dit de juiste route? Vindt u dat de raad eigenlijk de college moet doorkruisen door zo'n voorstel op te pakken en het eigenlijk niet via de ambtelijke toetsing te laten gaan, maar daarbuitenom te beoordelen? Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik glijd de vraag nu door naar de wethouder. Ja, het is zoals ik u heb uitgelegd. U vraagt aan mij, hoe kijk je daar nu naar? Nogmaals, we hebben daar gewoon een goed gesprek over gehad. Het tijdstip waarop dan uiteindelijk de baan aangelegd zou moeten worden, hè, dat zou mogelijk een probleem kunnen zijn. Dat ligt de heer Steltpool net ook toe. En de vereniging heeft zelf besloten tot dit initiatief. Dus ik denk dat het niet zo belangrijk is van wat ik daar nu van vind. Want het initiatief is genomen en verder opgepakt. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is, want we hebben ook een verordening vastgesteld vanavond met z'n allen, waarin juist zulke argumenten staan benoemd, waar toch het college ook achter staat, lijkt mij. Maar goed, ik heb uw mening gehoord. Meneer Steltpool. Aan de wethouder. Deze motie, deze aanvraag. Dus kunnen behandelen zonder toevoeging van de raad? Nee, want de bedoeling zou zijn dat wij een college. Het was een collegevoorstel in voorbereiding. En als daar een besluit over genomen zou zijn, dan zouden we dat vervolgens ook voorleggen aan uw raad. Dank u wel voor de beantwoording. Is er nog behoefte aan een tweede termijn of kunnen we gaan stemmen? Meneer Steltpool wil graag nog antwoorden. Mevrouw Wissen die had het over overwegen dat kan in wezen weggenomen worden. Want dat Italiaans bedrijf is de enige die die coating kan aanbrengen. Er is in heel Europa geen enkel bedrijf die dat kan. Dat is daarom het Italiaans bedrijf. En wat de heer Kuipers betreft, een derde deel is voor de gemeente, maar dat is veel lager, want ik gaf aan dat er dus 72.500 euro nodig was en ze vragen bij de gemeente maar 15.000 euro. Dus dat is veel minder als een derde gedeelte. Dat was even. Nee, voldoende antwoord. Ik vind het een overbodige bulletin. Het roept bij mij iets. Het roept iets Italiaans op, hè? Ik weet niet wat u krijgt, maar. We hebben beloofd, hè, om niet te doen. Shanti. Maar even nog, voorzitter, even ingaand. Dat wordt natuurlijk wel even door heel veel partijen heel makkelijk gedaan. Van het plotseling indienen, even richting de heer Jannik. Maar ik moet de antwoord. Nijssing, neem me niet kwalijk. Hoewel ik u ook nog een keer heb kunnen betrappen op het indienen van een initiatief dwars door alles heen. En toen ik ook nog de antwoorden naar u gaf. Volgens mij moet u dat integraal bekijken en moet u niet met de postzegelsubsidie aankomen. Maar dat even terzijde. Maar ik denk wel dat de woorden zo zijn. Hier moeten we natuurlijk geen gedrag van maken. Maar inderdaad, of een gewoonte. Want inderdaad, dit moeten we wel met elkaar zorgvuldig doen. Want als de pot leeg is, omdat dit een belangrijk is. Of zijn er nog ter interruptie, voorzitter. Wij kunnen niet tegenover elkaar afwegen. Voorzitter. Het ging over een huisje, als ik het goed heb, bij de molen of zo. Nee, nou, kunnen we dat nu laten rusten? Wilt u inhoudelijk nog iets opmerken? Nou, ik wil heel kort reageren op de ChristenUnie. Daar hebben we ook precies hetzelfde betoog gehouden als dat ik net vanavond heb gehouden. Dus dat is absoluut niet waar. Ik ben hier vrij consequent in, kan ik eerlijk zeggen. Dan heb ik dat onthouden, maar niet dat ik dacht dat u de indiener was. Maar heb ik dat onthouden dat u met ons eens was dat dat niet moest gebeuren. Maar dan wil ik graag nog een reactie van de heer Steltpool op mijn betoog. Ik zei u al.
Ik zei al, de aanvraag die is in behandeling bij het college. Ik dacht dat ze hem voorlopig naast zich neer hebben gelegd. Maar ik wilde dus juist deze aanvraag versnellen. Vanwege dus de tijd die we nodig hebben van een week warm weer en droog weer. Dus anders zitten we dus, als we dat afwachten, zitten we dus over de zomer heen. En want dat moet offertes aangevraagd worden. Die zijn al wel aangevraagd. Ter interruptie, dat is helemaal niet wat er besproken, wat de wethouder heeft benoemd. Die heeft gezegd van het is nog in behandeling, heeft helemaal over geen tijden gehad. Nou, maar om het en ik zou u willen voorstellen dan nu gewoon om deze motie nu in te trekken en het college eerlijkerwijs de tijd te geven om met een goede ambtelijke toetsing te doen. Zodat net als alle andere initiatieven in de gemeente een eerlijke beleid wordt aangehouden. En dat het gewoon wordt beoordeeld door het college. Nou, dat zijn dan nu uw woorden, maar ik teken de motie niet in. Goed. Op dit punt heeft u inderdaad nog geen opmerking. Voorzitter, hier heb ik inderdaad nog, niks over gezegd. Maar ik heb er nou alles goed gehoord, maar ik krijg er nu geen goed gevoel meer bij. Want nu lijkt het wel dat wij gewoon het college nu niet gewoon zijn gang laten gaan, maar dat ze dus gewoon links of rechts wordt ingehaald om een of andere versnelling in te brengen waarvan ik denk, ik weet niet of dit de weg wel is. Wordt deze versnelling is ingebracht, anders verliezen we een jaar. Verliezen die Sierenclub, verliezen een jaar. En de subsidie van de provincie, die ligt ook al klaar, dus €36.250. En dat is de reden waarom ik deze motie inbreng. Ik ga nu het woord geven aan meneer Meester. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, meneer Steltepol heeft al heel veel gras voor de voeten weggemaaid en terecht. En dat doet hij goed. Want wat hier is namelijk sprake van een mooie co-creatie. Hè? Het is al opgenoemd, €36.000 van de provincie. Nou, en dan zegt de provincie, en wat doet de gemeente dan eigenlijk? Want als wij dan nul doen, dan zegt de provincie, nou ja, met de sport en de breedte sport en de skielersport hoog in het vaandel. Ja, dan blijven wij voortaan ook wel achter. Het is juist heel mooi, en dat is tegelijkertijd ook het antwoord richting mevrouw Manshanden, wat meneer Steltepol ook gegeven heeft, er zat spoed achter. En aanvankelijk was het de bedoeling dat dit in het college afgetikt zou worden. Maar niets bleek minder waar. Er was toch wel wat nodig vanuit de politiek om het proces een beetje te versnellen. Nou, dat hebben we op deze manier gedaan en dat heeft meneer Steltepol van de VVD heel netjes opgepakt. Dus het is een uitzondering. Integraliteit mee eens. Maar we hebben wel meer uitzonderingen gehad de afgelopen jaren. Ik noem een hekwerk bij Spartanen van €25.000, €50.000 aan SW in Nibbikswoud. Zo zijn er wel wat meer uitzonderingen geweest waar we met spoed een besluit over hebben moeten nemen. En dat gaan we bij deze motie nou, ter interruptie, in dit geval ook voorzitter. Doen. Dat hebben we inderdaad vaker gehad. En elke keer noemde het CDA meerdere keren genoemd van dit willen we eigenlijk gaan voorkomen. Een integraal subsidiebeleid en daar willen we naartoe werken. Nu ligt dat er en alsnog kiest het CDA ervoor om dit initiatief voor te trekken. Ja, ik vind het heel bijzonder. Want het gaat hier om een incidentele bijdrage, gedekt uit het kernfonds. Dus dat is heel goed uit te leggen. Dank u wel. Goed. Zullen we het afronden? Wat wilt u zeggen? Nou, ik zal het inderdaad kort houden. Waar het ook om gaat, en dat is dat de heer Plekken zei net, de skielervereniging uit Werfsel, maar het is een omnivereniging met medeblik. Dus het is sowieso al samenwerking tussen kernen en daardoor kan dit ook tot stand komen. Dat wilde ik nog even toevoegen. Goed. Aan de orde is, ik rond de tweede termijn nu af. Ik denk dat we alles wel gewisseld hebben over dit onderwerp. Zullen we de motie in stemming brengen? Wil iemand vooraf nog een stemverklaring afleggen? Ik ben voor of tegen, mevrouw Visser. Ik ga voorstemmen, voorzitter. Omdat ik weet wat deze vereniging ook nodig heeft en hoe belangrijk het is. En ik weet hoe succesvol deze vereniging is. Dus ik gun het ook wel. Met de opmerking, laten we toch met elkaar proberen dit incidenteel te houden. Om dit soort voorstellen op de agenda te krijgen. Op deze manier. Dank u wel. Anderen onder u? Nee, dan brengt de motie in stemming. Wie is voor deze motie? CDA 6, PWF 1, PVDA 2, PW 2010 1, BAM 1. Gemeente... Even wachten hoor. Gemeente...
Belang, ja? ChristenUnie 1, gemeentebelangen 5 en VVD 6. Wie is tegen de motie? GroenLinks 1 en D66 2. Daarmee is de motie aangenomen met 23 voor en 3 tegen. Dan hebben we dat met elkaar besloten. APPLAUS.